Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Een van de onderwerpen die in Daily Minutes PS geregeld terug zal komen is het zendamateurisme. Er is met dat zendamateurisme wat raars aan de hand. Vaak wordt gedacht dat dit een hobby is van oudere heren en ook dat die hobby tanende is. Vooral in Nederland en de omliggende landen heerst die gedachte. Dit is echter tegelijk wel en niet waar. Het is waar dat deze hobby in dit deel van de wereld niet sterk groeit. In sommige landen om ons heen daalt de belangstelling enigszins. In andere landen stijgt het enigszins. In Nederland staat het ongeveer stil. Wereldwijd neemt echter de belangstelling wel degelijk toe. In de VS is de groei nu iets minder groot. Maar gedurende een periode van bijna 20 jaar kwamen de afgelopen tijd in de VS ieder jaar tussen de 10 en de 20% nieuwe zendamateurs bij. En de VS is ook niet het enige land waar het zo is. De VS is wel belangrijk omdat zich daar een derde van al die zendamateurs bevinden. Er zijn ook landen waar het zendamateurisme pas net is opgekomen. Denk dan met name aan India, maar ook aan landen als China en Indonesië. In Thailand zitten procentueel onder de bevolking de meeste zendamateurs. Dat is al heel lang zo. Zendamateurisme is er ook de hobby die veel leden van het Koninklijk Huis bedrijven. De voormalige landen van het Oostblok, daar is de zendhobby ook sterk gegroeid sinds de muur en het ijzeren gordijn gevallen zijn. Dat is nu wel weer wat ingezakt, maar volgens mij zit de groei daar nog steeds in. Ga je breder kijken, dan is de belangstelling in onderwerpen die nauw verwant zijn aan de zendamateurhobby veel groter dan in de zendhobby alleen. En daar bevinden zich ook veel jongeren onder. En meiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om netwerken van IoT-toepassingen die op een aantal lagere scholen populair zijn bijvoorbeeld. Een deel van het probleem is dat de oudere zendamateurs hun hobby niet graag zien veranderen. En de hobby zoals zij die kennen spreekt een door smartphones verwende nieuwe generatie niet echt aan. Een bijzondere positie wordt er ingenomen door Morsecode. Tot 1990 was in veel landen Morse verplicht om als zendamateur van de korte golf gebruik te mogen maken. Dat had een reden. Veel van de amateurbanden waren in de tijd gedeeld met bijvoorbeeld scheepvaart. En als zendamateur moest je kunnen horen of een signaal van een scheepvaartverbinding kwam of dat het een zendamateur was. In het eerste geval moest je de verbinding mijden en mag je de verbinding ook zeker niet verstoren. In het tweede geval mag je een verbinding maken. Na 1990 schakelde een groot deel van de wereld over op satellietverbindingen en Morse wordt in 2/3 van de landen wereldwijd helemaal niet meer gebruikt. Toen vervolgens de Morse-examens voor zendamateurs ook niet meer hoefden, gebeurde er iets bijzonders. Morse-liefhebbers hadden vooraf nog gewaarschuwd dat het afschaffen van het examen het eind van Morse zou kunnen betekenen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Morse is nu onder zendamateurs populairder dan ooit en verbazend genoeg zie je de laatste 2 jaar ook veel jongeren die helemaal niets met de zendamateurhobby van doen hebben, heel geïnteresseerd zijn in de Morsecode. Krantenberichten met verhalen over kinderen van zo jong als 5 jaar oud die Morse proberen te leren zijn er al een aantal. Een van de redenen hiervan is dat veel K-pop artiesten, muzieksoort uit Zuid-Korea, nieuwtjes over aankomende muzieknummers bekendmaken in Morsecode. De zendamateurhobby is echter een zeer levende hobby waarin ook nog steeds nieuwe technische ontwikkelingen plaatsvinden. Het beeld dat uitvindingen tegenwoordig alleen door honderden wetenschappers in grote bedrijven worden gedaan, is de afgelopen jaren ook meermaals gelogenstraft. Er zijn nieuwe modulatiesoorten gekomen zoals FT8 en M17. Zendamateurs speelden met verschillende typische door zendamateurs bedachte technieken een rol bij pogingen om verschillende zoekgeraakte vliegtuigen te vinden. En het was bijvoorbeeld een door één enkele zendamateur bedacht communicatiesysteem voor in grotten, waardoor een groep jonge voetballers enkele jaren geleden uit een onder water gelopen grot konden worden bevrijd. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.